Hoi en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien hoe ik leer voor de proefwerkweek. Het is nu donderdag en ik heb tot volgende week woensdag om te leren. Ik ben natuurlijk al aan het leren geweest, maar ik laat gewoon even een dagje zien hoe ik het doe, hoe ik het plan, alles. Ik heb hier namelijk een hele grote planner voor deze week. En ja, vandaag moet ik 2 gele stukken voor Nederlands leren. Vocabulaire B van Engels. Duits woordjes leren. Grammatica, bladzijde 141 en 142 doornemen. 4 begrippen van mensen en maatschappij doornemen. Oh nee, 8 begrippen van mensen en maatschappij doornemen. En mijn schriftje doornemen. Wow. En alle trappetjes van wiskunde doornemen en bladzijde 135, 136 of bladzijde 129 tot en met 136 doorlezen. Dus ja, ga ik dat maar even doen, hè. Ach ja, dat doorlezen is maar iets kleins. Dat is gewoon voordat het even herhaald wordt in mijn hoofdje. Oh, mijn huid is echt beautiful. Maar ja, hier mijn iets mee. Handig. Alleen, ik ben achtergekomen dat ik mijn mes en maatschappij ben vergeten. Dus die moet ik zo meteen nog even bovenhalen. Maar dat maak ik dan als laatst, als de video is afgelopen. En dan heb ik hier nog een iets hier. Want ik vond deze gewoon zo schattig dat ik gewoon tegen elkaar heb. Heel handig. Want hier heb ik dan, ja, deze schaar die moet terug. Ja, dat moet ik even lenen. Een spiegel. Ja. Rekenmachine. Die moet hierin. Mijn verschillende markers. Ja, ik heb dan deze set van 4. Even deze. En dan heb ik nog 2 vellen. Kleurtjes. Blaster. Band. Lipbalsen van EOS. Die zitten dan hierin. Ik heb ze ook allemaal tegelijk in mijn allebei de iets om de tafel staan. Maar ja, ik heb toch altijd ruimte over in mijn tas. Dus why not? Nou, dan heb ik hier gewoon pen in, normaal. Puntstriper. Een soort stift. Een white marker ding. Mijn toetspen. Ja, dit is een soort van geluk voor mij. Dus ik gebruik deze altijd met toetsweken en normale toetsen. Dus die ga ik volgende week vaak gebruiken. En die week erop. Nog een extra reservepen, want deze is bijna op. En natuurlijk een potlood. Waar ik een heel... Die vond ik gewoon schat, grappig. Dat met... handvaardigheid. Hadden we dit touwtje ergens voor gebruikt. En ik vond het wel leuk om het potlood te doen. Vind ik er wel gewoon leuk uitzien. Ik weet ook niet waarom, maar ik vond het wel cute. Dus ja, dit. Nou, dat zit hier dus in. En wat extra leuk is aan deze Milka Itui is dat er 6 chocoladerepen in zitten. Die had natuurlijk niet in één keer opgegeten. Ik heb er denk ik wel een maand over gedaan of zo. Want het waren gewoon van die mini reep hoor. Ongeveer even breed als deze. En dan zo. Zo, en ik denk zo, zo. Kijk, zo lang. Zo breed. Ja, zo. Nee, zo. Niet heel groot, zo hoor. Gewoon een mini Milka repen. Iets kleiner als de normale. Maar ja, ik heb dus een pen nodig. Zo. Waar heb ik het meest moeite mee? Daar begin ik altijd het eerst, omdat mijn concentratie nog het best. Ik ga denk eerst heel eventjes bio doornemen. Dat heb ik juist het makkelijkste, maar volgens mij moet ik tijd voor hormoonstelsel gaan leren. Voor vrijdag. Dag. Heb ik. Oh, het hormoonstelsel. Heb ik daar plaatjes van? Nee, neus. Oh, dat is heel makkelijk. Kijk, dan moet ik dit leren. Wow. Deze plaatjes allemaal. Die. En
plaatje. En die. Ja. Dus hoe ik dat dan doe? Ik hoef het één keer door te lezen en dan weet ik het. Bij bio, want bio is echt mijn makkelijkste vak. Dan doe ik gewoon, ik lees het gewoon een keer over. Afvoerbuis, bloedvat. Bloedvat, ja, dat is gewoon hetzelfde hormoon. Klier met afvoerbuis. Afvoerbuis is dan waar het eruit gaat, denk ik bij mezelf. En dan, ja, dat rooi, als het rood is, weet ik sowieso altijd dat het bloedvat is. Nou, hypofose, schildklier zit hier zo. Hypofose zit bij je hersenen. Bijnieren, die zitten dus boven je nieren. Net onder, ja, hier zit die ongeveer je nieren. Dus net daarboven zo zit dan je bijnier. Eilandjes langerhans, die zitten dan, dat is een soort veertje, die zit dan bij één, die rechte nier en dan daar iets voor. En dan bij een man hebben we dan tiltballen en die zitten dan, ja, weet je niet veel, ga ik niet uitleggen. En je eierstokken, die zitten hier zo vlakbij je baarmoeder en dan gaat het zo een beetje, ja, ik kan het niet goed uitleggen, het gaat zo een beetje omhoog. Dus, dat. Nou, lever zit dan hier, maag daar, daaronder de alvleesklier, zwelvingerige darm, dat is gewoon makkelijk, loop zo, dan hier zo bij je maag en dan zo door naar je zwelvingerige alvleesklier. En dan, weet ik het, als ik dan morgen nog een keer doorlees, dan zit het in mijn hoofd. Ja, zo leer ik bio. En het, ja, als het echt grote plaatsen zijn, dan teken ik het vaak over. Maar gewoon een paar keer overtekenen. Nou, dan hoe ik woordjes leer. Overschrijven, overschrijven en overschrijven. En dan overhoren. Zo leer ik het. Als ik overschrijf, leer ik de woordjes gewoon gemakkelijk. En ik lees ook wel eens gewoon over. En dan weet ik ze ook gelijk hoe ik ze moet schrijven. Dus overschrijven, ik ga nu dan bijvoorbeeld naar Duits. Ik heb het laatste hoofdstuk, is helemaal achteraan. Nou, zinnen leren, dat vind ik wel echt moeilijk. Moeilijker, vooral bij Duits. Engels zinnen, makkelijk. Duits, no go. Ja, een beetje middel. Maar kijk, deze hele bladzijde ken ik dan al. Dus eigenlijk hoef ik het alleen maar even door te nemen. En dat doe ik dan gewoon zo. En de woordjes die ik nog moeilijk vind, die ik niet in één keer op kan zeggen, die schrijf ik dan in mijn schriftje, mijn Duits schriftje. Schrijf die even drie keer over. En zo leer ik dan woordjes. Maar in het begin schrijf ik wel alles gewoon over zo. In de kolommetjes. Dus nou, ik let niet op mijn uitspraak. Want dat is echt te slecht. Van Engels kan ik goed uitspreken, maar Duits. Dus ik lees maar gewoon wat er staat. Ik let niet op de accent of zo. Of de uit. Ja, in ieder geval. Der pfeffer, der salaat, der supermarkt, der fish, die soepen, das avondessen, das gemüse, das fleisch, das salz, die kartoffelen, die noedelen, trinken, essen, ich esse, du esst, ich moche, kochen, mache, gern, der käse, der reis, der zoeker, der butter, das brood, das mittagessen, gut schlacht, der Apfel, der Durst, der Hunger, das der Urenschaft. Goed, ja, kijk dat even na. Die citronen, die milk, das glas, das ijs, das Frühstück, das Wasser, geben, ich gebe, du gibst, nehmen, ich nehme, du nimmst, bon appetit, heiß, etwas zu trinken, kalt, was, das krijgen we, wat krijgen we, die weet ik nooit, was gibt es, nou, okay. Die laatste paar woordjes van... Ik ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De laatste 5 weet ik ongeveer niet echt. Maar dan schrijf ik dus op. Wat krijgen
was git s. Ik schrijf het dan gewoon zo op. Ik weet niet echt iets of zo, maar zo. Ja, dat is. Zo. Ik heb hier mijn grote vriend even erbij gepakt. Die was een beetje aan het blaffen. Ja. Is ook wat leuk, hè, voor die verandering een diertje in de video. Hè? Ik ben echt kinderachtig, maar... Oh, ik hou van hem. Hier is mijn schat. Hij is alleen een beetje nat. Dus hij gaat er gewoon schoon af. Ik zal hem even laten zien. Zo. Zo. Nou, en dan moest ik nog even de Van Duys kramen. Ik ga doornemen. En dan... Zo, doorgenomen. Nee, grapje. Ik had net dat doorgenomen. Maar in ieder geval... Duits heb ik dus geleerd. Daar hoef ik gelukkig nog geen zin in te leren. Even kijken. Biologie heb ik dan al gedaan. En biologie heb ik pas over anderhalve week. Die toets. Dus dat is chill. Kijken dus. Twee gele stukken van Nederlands heb ik allebei eigenlijk al gisteren doorgenomen. Hoofdletters heb ik doorgenomen. Begrippennet heb ik doorgenomen. E-mail schrijven heb ik doorgenomen. Zinsbouw 1 heb ik doorgenomen. Aandachtspunten bij een zakelijke e-mail heb ik doorgenomen. Heb ik e-mail versturen. Inschrijfplan voor een zakelijke e-mail. Samenwerken heb ik doorgenomen. Waar ben ik gebleven? Reclame. Ja, hier ongeveer. Dus vond ik hem even dubbel. Zo. Want dan valt Nederlands ook al af. Dan alleen nog Engels. Kijk, Engels woordjes. Heb ik gisteren heb ik bijna het hele hoofdstuk doorgenomen. Even kijken. Hier. En dat is hoofdstuk 5. En dan moet ik daarvan altijd de stones. De stones leren. De grammatica. En dan hebben we meestal 2 stones per hoofdstuk. En dat zijn de zinnetjes. Stone 12 en 13. En grammatica 13 en 14. En dan moet ik woordjes met de kussens. Die wordt allemaal doorgenomen. En deze. Kijk even waar ik ben gekomen. Want ik heb gisteren in de les. Hij is Engels. Vond ik het zo saai. Heb ik maar gewoon alleen maar woordjes zitten leren. Gewoon de woordjes die ik kende. En dat is tot herinrichten. Of tot hier. Dus dan ga ik vandaag nog even deze bladzijde doornemen. Herinrichten. Beginnen is start. Oké. Okay. Opruimen is dan tidy. De hond uitlaten is let the dog out. Oh. Walk the dog. Ik haal ze al door elkaar. Want in het vorige hoofd zag ik let the dog out. En nu hebben we walk the dog. En dat hebben we wel eens vaker. Maar dan doe ik hetzelfde. De hond uitlaten. Walk the dog. Zo. Willen, want. Want, went. Nee. De planten water geven. Nou, geen één idee. Water the plants. Water the plants. Nou ja. In ieder geval, jullie weten hoe ik woordjes leer. En de rest, ja, ik ben meer van het doorlezen. Omdat ik het gewoon, het zit gewoon makkelijk in mijn hoofd. Dat kan ik ook niks aan doen. Dus ik ben niet zo iemand die samenvattingen maakt en alles. Als ik het een paar keer doorlees, dan zit het in mijn hoofd. Dat is echt chill. Thank you, hersenen. Ik love mijn hersenen. Ik love mijn brains. Oké, nou in ieder geval, ik denk dat het echt heel saai gaat worden als ik zo doorga. Dus, ik ga even stoppen. Jullie weten gewoon hoe ik leer. Ik maak ook wel samenvattingen in mijn samenvattingsschrift. Maar dat doe ik dan meestal van mensen en maatschappij alleen. Ja, gewoon alleen mensen en maatschappij maak ik dan samenvattingen van. Omdat dat meer
gewoon stukken tekst zijn die je moet leren. En dan van die stukken tekst haal ik dan de belangrijke zinnen, de belangrijke woordjes. Schrijf dan op en dan markeer ik de woordjes die je moet lezen. En bij mensen en maatschappij moeten ook woordjes leren. Dus nee, moeten we meer begrippen leren. Ja, de begrippen moeten we leren bij mensen en maatschappij. Dus ja, dat is het enige waar ik samenvattingen bij maak. En dan wiskunde. Ik kan nog even laten zien hoe ik dat doe. Wiskunde. Ik ben heel slecht in wiskunde. Maar de laatste tijd haal ik... Ik sta nu dus een 7 voor wiskunde. Dus dat is gewoon goed. Ik sta voor de praktijkvakken een 7. Voor wiskunde een 7. En voor alle andere vakken sta ik een 8. Dus dat is goed. Maar daarvoor moet ik dan dus doorlezen een paar bladzijden. En ik moet alle trappetjes doornemen. En hoe doe ik dat? Nou, ik ben slecht in trapjes onthouden. Ik ken de keersommen niet. En oh. En al drama. Maar. Hetzelfde als met woordjes leren. Ik schrijf de trappetjes. Ik kan het wel laten zien. Een schriftje. Trappetjes. Waar heb ik trappetjes staan? Oh, hier. Maar heb ik een hele volle bladzijde staan met alleen maar trappetjes. Die achter in mijn schrift. Nee. In ieder geval, daar heb ik... Ik pak even de achter in mijn schrift. Oh, dat gaat niet goed. Wacht even, dat doen we even anders. Nou, ik pak even de bladzijde in mijn schrift. Nou, dan heb ik hier gewoon de lengte trappetjes. Kleermeter, hectometer, dam, meter, decimeter, centimeter, millimeter. 14 delen door 10. Nou, dat schrijf ik dan gewoon 4 keer achter elkaar op iedere dag. Tot ik het in mijn hoofd zit. Want ja, al die sommetjes die je op de toetsen krijgt, moet je met zo'n trapje kunnen. En als je die niet kent, gaat alles fout. Nou, dan de oppervlakte eenheden. De eenheden van inhoud. Liter, deciliter, centiliter, milliliter. En van decimeter naar centimeter. En dan met zo'n drietje erachter. De kilogram, gram, milligram. En dan de allermoeilijkste vind ik. Of komt die nog niet? Kijken. Oh ja, heb je ook meter per seconde en kilometer per uur. Dat is keer 3,6. Maar de allermoeilijkste is informatie. PB, TB, GB, MB, KB, byte, bieten. Nee, byte, bieten. Niet bieten, byte. Die vind ik het moeilijkste. Maar dat doe ik dan moet je dan een keer 1000 en delen door 1000 doen. Dus ja. Dan pak ik gewoon een blaadje. Schrijf dat 4 keer op. Zo alles. En ja, probeer ik het even op te treunen in mijn hoofd. En zo leer ik het dan. Ja, wiskunde rijtjes. En dan moet ik bijvoorbeeld vandaag moet ik bladzijden. Alles. 129 tot 136 doorlezen. Kijk. 129. Ik snap niet waarom, want of heb ik dat dan dit weekend wel moeten lezen? Nee. Nou, in ieder geval, een beetje raar. Maar ik moet dus hier beginnen. Nou, in ieder geval. Dan moet ik even de stukken nog doorlezen. Die gele stukken. Kijken. Hier heb je dan een klein geel stukje. Hier ook in die hoek. Hier. En dan moet ik dat dus even doorlezen. Maar dat heb ik dan ook zo gedaan. Maar ja, dan hoop ik nu dus echt dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!